Romy, hoe gaat het? Ja, ik weet niet of ik het al vraag, maar ik ben een beetje in de war, want ik was normaal nooit in de dag. Ah, kijk. Ja. Romy, die is hier niet, namelijk niet zo zonder reden. Romy die is namelijk een opkomend artiest, is onder andere door bij een Netherlands Next Girl Band. En hij heeft begrepen dat je uit de regio Rotterdam komt. En dat vind ik dan eigenlijk wel eens een keertje leuk. Wat de luisteraar misschien ook niet weet, is dat ik dus elke week ook dat takken-end van Rotterdam naar hier naartoe rijd. Dus wij hebben een beetje dezelfde route. Ja, wat dat betreft. Dan kun je wel met elkaar praten zo. Ja. Zeg Romy, hoe gaat het met jouw artiesten leven op dit moment? Ja, het gaat momenteel best goed. Ja, ik doe vaak mee met talentenjachten. En dit jaar ben ik 3 keer eerste geworden. Zo! Gefeliciteerd! Ja, gefeliciteerd zeg. Dat is echt top. Dat is wel even een applausje waard. Thank you. You're welcome. En dan verder, zelf zingen, zelf eigen liedjes, vertel. Ik heb nog geen eigen nummers helaas. Oké. Yeah. Wel plannen ertoe? Nou, ook nog geen plannen. Ik ben nog niemand tegengekomen die wat voor me... Jawel, trouwens, mijn nicht die schrijft ook. Ik heb een hele muzikale familie. En dus ze schrijft en ze heeft ook heel veel liedjes voor mij geschreven. Maar ik moet nog de tijd vinden om het zeg maar in te zingen. Oh ja, en om natuurlijk zelf je eigen stijl er ook aan te geven. Weet je wel een beetje welke richting je op wilt? Ik wil... ik vind het Nederlands vind ik leuk, Engels en Spaanstalig. Spaanstalig? Ja. Hoe kom je daar dan bij? Of, gewoon, ik weet niet. Wat heb je met de Spaanse taal? Kun je het vlot spreken? Nee, dat niet. Oké. Okay. Nee. Dus dat is wel zingen. Ja, zingen wel. Okay. Als ik goed oefen en zo, dan natuurlijk. Ik kan niet, ik kan het niet echt gelijk of zo. Oké. Okay. Nou, anders ging ik even aan je vragen of je even wou inspreken dadelijk. Hallo, ik ben Romy en ik luister naar Scala en de Verve in het Spaans. Dat is wel leuk. Ja, ik zie je wel staan. No me cuera mas. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar... Bijna. Ja. Hoe moet ik het uitspreken dan? No me quita mas. No me quita mas. En wat betekent dat dan? Dat heeft... Nee, ik weet het wel hè. Dat betekent, ik heb niet meer of... ik heb niet meer. Oké. Maar dat is in ieder geval dat is het tweede nummer wat jij gaat zingen voor ons. Ja. Maar ik zie hier staan dat het eerste nummer is dan veel bekender. Misschien niet veel bekender, maar in ieder geval op het moment populair. Ja. She Wolf. En jij hebt ook wat met dat nummer, hè, Martin? Ja, nou komt. Ja, Martin en ik die maken dus samen een programma normaal op zaterdagochtend. Ja. En Martin die is helemaal verliefd op deze plaat. Sowieso niet alleen natuurlijk vanwege de best wel erotisch getinte videoclip. Maar Martin die heeft. Die krijgt zeg maar tintelingen over zijn lijf in de zeg maar erotische zin van het woord bij dat auw. Doe je dat ook? Ja, dat doe ik ook. Oké, geweldig. Oh, dan wil ik zo meteen echt even een videoshot van. Check het op Skyline TV of skylinefm.nl/countdown. Ja. Nou, ik ga me nog voorbereiden. Ja, gaat zin. Zullen we hem gaan doen dan, Romy? Ja. Oké. Ik ben helemaal klaar voor.